Hartelijk welkom bij Rotterdam Centraal. Als je vanaf het Groothandelsgebouw kijkt naar het nieuwe station, dan lijkt het gebouw nagenoeg klaar. Maar binnen wordt door de bouwers nog hard gewerkt. Aan de stationshal, aan de entrees, aan de perrons en natuurlijk ook aan de nieuwe reizigerspassage. Het gaat in de reizigerspassage ontzettend hard. Achter mij kijk je richting de centrumzijde en je ziet al een heel stuk natuursteen liggen. En we gaan langzaam vanuit het zuiden richting de noordzijde elke keer weer een vak natuursteen leggen. Nou, je ziet dat we hier in de stationshal heel erg hard aan het werken zijn om in november straks die nieuwe passage, die aan die kant is, straks open te kunnen stellen. Je ziet hier een kale betonvloer. Daar gaat in de komende periode ook natuursteen opgelegd worden. Alle gele hekken, die worden ook allemaal nog weggehaald. Daar komt nog wel een bouwhek te staan, want daarachter wordt nog gewerkt aan de plafondafwerking, aan de boekshop die hier zit en aan het natuursteen ook op die plaats. Maar verder wordt dit één grote open ruimte. Als een stoeptegel neerleggen? Nou, dit komt iets nauwkeuriger. Hier zit een patroon in. Hij komt elke keer terug. Om de 12 rijen komt een nieuw patroon. En zo gaat het helemaal door. Waar moet je nou goed op letten? Van de vlakheid. En dat de voegen een beetje evenwijdig lopen. Hier ben je wel een paar weken mee bezig. In totaal gaan we 9000 vierkante meter natuursteen verwerken. En dat is dan alleen nog maar in de nieuwe passage en in de stationshal, dus het binnengebied. Daarbuiten wordt nog veel meer gelegd, allemaal in dezelfde soort steen. Alleen daar wordt hij veel dikker dan bij ons in de tunnel. En dat legt de gemeente aan. Naast de werkzaamheden in het station wordt ook rondom het nieuwe Rotterdam Centraal hard doorgewerkt. Voor de bouw van de ondergrondse fietsenstalling zijn de laatste heipalen de grond ingegaan, zodat daarna kan worden gestart met de aanleg van de vijfde en laatste dakplaat. Verder worden op dit moment de oude puinlagen, oftewel oorlogspuin, verwijderd en vervangen door zand. Nou, hier is begonnen met het straatwerk aan te leggen van het Proveniersplein. En het straatwerk gaat straks aansluiten vanaf het fietspad wat je nu ziet, wat nu al aangelegd is. En vandaar wordt het doorgelegd met betontegels tot onder de overkapping van het nieuwe station, aansluitend op het natuursteen dat daar komt te liggen. Allemaal nog in grijze betontegels, in afwachting van de definitieve inrichting van het Proveniersplein. Verderop, bij de bouwput van de Kruispleingarage, wordt gewerkt aan de ondergrondse rotonde, die in de toekomst de Kruispleingarage met de Schouwburgpleingarage zal verbinden. Ook wordt in en op de garage nog druk gebouwd. Eind van het jaar wordt de doorbraak naar de Weena-tunnel gerealiseerd. We kijken nu uit op de werkzaamheden op het eerste perron. En daar wordt eigenlijk het allerlaatste stukje van de oude overkapping wordt gesloopt. Dat wordt gedaan om ruimte te maken voor de nieuwe overkapping. Boven spoor 1, 2 en 3 is het dak al dicht. En dat dichte dak wordt helemaal doorgezet tot over de loopbrug die aan die kant ligt. Dan komt diezelfde houten aftimmering die ook in de stationshal te vinden is. Die wordt ook daar tegenaan gezet. Nou, we werken heel hard om nu in november de tunnel open te kunnen stellen. Dus alle reizigersvoorzieningen moeten er zijn. Je ziet dat de aankleding helemaal gedaan wordt. De bewegwijziging wordt straks aangelegd. Maar ook alle winkels die in Casco gereed waren, daar wordt nu heel hard gewerkt om daar mooie winkels van te maken. Dat zijn werkzaamheden die NS doet. Op zaterdag 13 oktober kun je je bij Punt Centraal weer melden voor de maandelijkse kijkdag. Met een rondleiding door het stationsgebied en uitleg bij de maquette. Maar er is nog meer. Op woensdagmiddag 17 oktober kun je deelnemen aan een architectuurrondleiding in het stationsgebied. Meer informatie en aanmelden kan via Punt Centraal aan het Weena.